Minister Suharto Mustaja van Arbeid heeft onlangs de expert op het gebied van verhoging van productiviteit, Carlos Elias, ontvangen. Het ministerie wil serieus gaan werken aan de verhoging van de nationale productiviteit. De inzet van de factor mens is hierbij zeer bepalend. Mustaja vindt dat de verhoging van de nationale productiviteit ook moet resulteren in een betere economie met betere lonen, creatie van werkgelegenheid en groei van klein ondernemerschap. In dit kader heeft het ministerie onlangs een ontwerpwet Nationaal Productiviteitscentrum geformuleerd. Het Nationaal Productiviteitscentrum is bedoeld om partnerschappen te bevorderen tussen de tripartite partners, vakbeweging, werkgevers en de overheid. Expert Carlos Elias is ingenomen met de inzichten van de minister en zal met de verkregen informatie aan de slag gaan.